mogen invallen. Het was ook niet even. Het is natuurlijk wel even schrikken. Hè. Het is onverwacht. Mm-hmm. Je bent niet opgewarmd. Je moet vlug wat gaan sprinten en inkomen. Maar ja, ik denk dat het wel goed was. Wat zei de coach? Tijdens de match heeft hij hem ook veel gezegd natuurlijk. Het is iets anders dan ons systeem dat we spelen. Hij vraagt een paar andere aspecten. Dus dat is een beetje een aanpassing in het begin. Maar ja, ik denk dat ik geleidelijk aan naar de wedstrijd toe wel in de wedstrijd kwam. En ik denk dat de coach zei dat ik goed was ingekomen. Dus dat geeft alleen maar vertrouwen. Je zegt ja, even schrikken. Wat denk je het eerste moment? Oei, meteen 45 minuten. Dat denk ik, ja. Nee, het was je hebt natuurlijk niet veel tijd natuurlijk. Hè. Het was juist voor de rust dat Tom een beetje last had. En ik denk dat hij het voor zich naar de kant is gehaald. De coach heeft mij direct vertrouwen gegeven en ik mocht direct invallen. Dat speelt natuurlijk ook mee, dat je in je hoofd het vertrouwen mee hebt van de coach. En ik moet zeggen, de ploegmaat hebben mij ook direct goed opgepakt en goed opgevangen tijdens de wedstrijd. Ja? Dus. Oh, wat merk je daar? Ja, gewoon positieve richtlijnen geven, aanmoedigen als je iets goed hebt gedaan. Aan kleine dingen voelt je dat geleidelijk aan groeien in die wedstrijd. Ook aangespeeld worden als je vrijliep? Ja, dat ook. Ja. Dat speelt ook mee. Dus, inval is natuurlijk wel altijd iets anders dan de start. In het begin is het even naar adem mappen en je tweede adem zoeken, maar een tijdje loopt wel weer. Is dat even in je eigen vel knijpen? Zo van, is dit echt wel aan het gebeuren hier in de arena? Of zijn er daar te cool voor? Ik probeerde me echt vooral echt te focussen. Dus je bent minder bezig met alle randzaken. We weten dat heel België naar u kijkt ook, dus daar heb ik niet aan gedacht. Eens dat je op dat veld staat, is dat gewoon er vol voor gaan en vergeet je dat wel allemaal. Heb je de shirt kunnen wisselen? Ik kiet hem liever zelf bij de eerste keer. Wat smaakt naar meer? Ja, sowieso, maar stap per stap natuurlijk. Het is allemaal snel aan het gaan en ik ben al heel blij dat ik deze heb mogen meemaken, maar ja. Gewoon zoveel mogelijk bijleren en we zien wel wat de toekomst brengt. Heb je gedacht van hoe ernstig het is bij meneer? Want wie weet, start je tegen Estland? In de eerste plaats heb ik gedacht die eerste 45 minuten volbrengen. Maar nee, daar heb ik nog geen seconde aan gedacht. Hij is de nummer 1 sowieso. Ik denk dat het gewoon uit voorzorg was, omdat het een vriendschappelijke wedstrijd was. Drie fantastische dagen al meegemaakt. Ja, zegt dat wel, ja. Zegt dat wel. Goed, merci man. Ja.